steeds een koffieshow. Ik kreeg laatst te horen dat iemand zei van, ja, niet lullig bedoeld. Als jij op video staat en de angle is fout, dan heb jij een hele enge kaaklijn. Jij? Ja. Maar een enge kaaklijn is, kijk, weet je, kom uit de hoed toch? Dus bij ons is een enge kaaklijn is gewoon goed. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Ik zei ook tegen haar van, ik ben homo. Oh, oké. Okay. Nou, dus, ja. Ja, nee, maar dat is, ja, nou, hij is bezet. Dus, maar ze bedoelde negatief. Ze bedoelde gewoon echt zo van, ik vind die kaaklijn gewoon eng. Ik denk van, het is gewoon een scherpe kaaklijn. Dat is echt het enige waar ik trots op ben op mijn lichaam. Ja, maar dat is toch ook, ik weet niet of het een van de officiële 7 schoonheden is, maar het is wel een het is, bij mannen is een sterke kaaklijn. Je ziet natuurlijk heel van die modellen die dan zeg maar zo echt overduidelijk hun kaken hard op elkaar persen. Dat hoef jij niet te doen. Nee, ik heb gewoon altijd al die... Oh, natural! Tunk, 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 gewoon trapezium hier. Hoppa. Nou, je mag gewoon trots zijn op je kaaklijn. Ja. Welkom bij de Hot Kaaklijn Show, of Hot Coffee Show. Hot kaaklijn? Oh, is dat Hotline Bling, Hot Kaaklijn? You used to call me on my cell phone. Goed, Hot Coffee Show. Yay, daar zijn we weer. Welkom terug, dit is Salem, ik ben Tom. Hot Coffee Show's wekelijks bespreken we een of andere leuke stelling uit de community. En dan gaan we daar een beetje over sparren en discussiëren. Dan mag jij meepraten, want dat vinden we dan wel zo leuk. Kan je reageren, kan je... Vroeger, dat mis ik, wil ik even genoemd en voorbereiden. Sorry, ik wil even noemen. Vroeger kon je dus op YouTube reageren met een video. Ja, dat was nog? De video. Ja, en de Reply Girls. Yo, dat was God zo vet. Ik zat er laatst nog aan te denken, wat is daarmee gebeurd? Ja, dat was toen ook, weet je, toen was Two Girls One Cup, toen kreeg je ook de reaction video's. Waren toen al heel erg hip. Ja, maar mijn vriend Two Girls One Cup kijken. Ja, maar je hebt nu inderdaad heel veel reaction video's, maar toen had je ook echt RE, dubbele punt, en dan exact de titel van viral video's. En dan had je die Reply Girls, dan met iets te veel inkijk. Zeg maar. Oh, de panda's niest. Leuk! Ja, en dan gingen ze daar naar kijken. En dan de helft van het aantal views van de originele post hadden zij gewoon. En geld verdienen? Oh, dat was dat toen monetization? Volgens mij echt niet eens. Nee, maar ja, dat maakt niet uit. Influencer-achtige dingen bestonden toen ook. Waar zijn de Reply Girls nu? Ik ben echt heel benieuwd wat die nu doen. Ja, je had dus op een gegeven moment zo'n soort Duitse chick. En die werd toen op een gegeven moment ook nog een keer geprankt. Mensen die ouder zijn dan 15 weten wat ik bedoel. Die weten. Ik weet niet. Jawel, je had die ene soort half Duitse chick. Die ook altijd. Dat was de meest bekende Reply Girl. Je had ook zo'n blonde chick. Ja, ik heb het wel gevolgd hoor. Okay. Ik was heel geïnteresseerd omdat ik dacht van. Hier zit echt wel iets in. Maar nu kan dat dus niet meer. Dus je mag gewoon met tekst reageren hieronder. Lekker veel schelden, daar houden we van. Als je deze video her-upload met reden voor, dan kijk ik hem maar. Dat vind ik ook prima. Vind ik leuk. Kunnen we dan weer verwerken dan in de volgende Hot Coffee Show? Bam! Dan word je misschien wel, ben je misschien wel gewoon in beeld. En, dat heb ik gedaan een keer. Ik ben de enige volgens mij die voor een goede frag... In het begin hebben wel meer mensen een video vragen gestuurd. Dat is wel maar leuk. Dat mag nog steeds. Ja, dat mag nog steeds, maar dat doen mensen part, niet meer. Ook dus. Voor de Hot Coffee Show. Voor de Hot Coffee Show mag je ook een stelling insturen. Als je hem filmt, dan kunnen we hem zo erin. Je kan mailen naar Tom at Gamersnet, Taxi at Gamersnet. Peter at Gamersnet. Alles at Gamersnet. Gewoon, mail maar. Gaan we misschien wel meer leuk. Nou, oké, Blast from the Past. Oké, hoe dan ook. Stelling van deze week komt van Mattioza, onze vriend Mattioza. Hij had weer een goede stelling. Vlaam, hè? Ja, dat is een Vlaam, Mattioza. Ja. En die kwam met een hele sterke stelling over de virtuele wereld. Want VR is natuurlijk al een tijd lang een dingetje. Ja, maar we wachten nog een beetje tot het echt een dingetje wordt. Ja. En tot die tijd is het een beetje zo van, ja, dat is ook nog zo'n dingetje. Maar zijn stelling is eigenlijk gewoon, gaat VR nog iets worden? Gaat VR nog doorbreken in de mainstream of blijft het nu een beetje die niche? Want ja, het aanbod aan games breidt uit. Het is altijd dat we zeggen van ik ga er niet op VR inspringen want het is heel erg duur en er zijn te weinig games. Ja. Nu komen er daadwerkelijk best wel veel games en experiences en dingen die je wil meemaken met je VR headset. Gaat het nog gebeuren? Ik kan daar niet gelijk antwoord op geven. Sorry, ik ga weer een beetje blast van de fest. Ik denk wel oprecht dat het een ding kan zijn. Of ik wil eigenlijk heel graag dat het een ding is, maar ik denk niet op de manier van het vervangt sowieso nooit de console. Maar dat is natuurlijk al bewezen toen met de Wii in principe. Dat was ook motion en je merkte gewoon de PlayStation en de Xbox, dat bleef gewoon bestaan en de PC gaming bleef bestaan. We zijn nog steeds natuurlijk gewoon gewend aan de controller en dat is natuurlijk ook het onderdeel van gaming. Is ook een stukje ontspanning en een stukje relaxedheid. Waarbij je met een controller, dus de hele beweging, ik zie het niet, sowieso niet. Er is natuurlijk ook heel veel VR die zittend is.
Dus heel veel dat je ook gewoon recht vooruit kijkt, controletje of whatever. Is het vrij actief, als in je hebt best wel zo'n ding op je kop en je bent er best wel even mee bezig. Het is een handeling. Je moet de kastjes hebben, je moet de lighthouses hebben, in andere gevallen dan natuurlijk weer niet. Maar het is veel gehandels met kabels, het is veel gehandels met geld sowieso. Je moet de graphics, de GPU ervoor hebben en dergelijke. Nou, exact. PlayStation VR valt dat natuurlijk allemaal weer een beetje mee, maar dat wordt dan weer gezien als een beetje wat inferieure varianten. Tegelijkertijd zijn wel een miljoen van die dingen verkocht, dus er is een markt groeiende. Ja, maar dit is niet, als je denkt aan een gamer, zie je niet iemand met zo'n headset op. Dat bedoel ik. Ja. En ik denk oprecht wel dat dit toekomst heeft. Maar ik zie het nu heel erg voor me dat het misschien een beetje zo'n arcade hall-achtig iets wordt. Of in ieder geval, het is een bepaalde ervaring. En ik geloof ook zeker wel dat de technologie groeit. En als je het dan over virtuele werelden hebt, zou ik zeggen dat bijvoorbeeld augmented reality buiten gaming om al heel erg aan het groeien is. Ja. Dat daar steeds meer dingen mee komen. Ook met gaming gebeurt daar natuurlijk ook al steeds meer mee. De HoloLens waar je Minecraft mee kan spelen. Ja, wat het dan weer een tech demo was en weer niet verschenen is. Maar ja, nee, oké, maar dat je op een gegeven moment, volgens mij geloof ik, nou, Apple ook die een of ander Lego spelletje gaat releasen voor de iPad. Dat je dus een fysiek stuk Lego filmt, maar dat daar dan eens karaktertjes omheen komen en zo. Dat is voor kids natuurlijk briljant, want het is gewoon het nieuwe speelgoed. Dat valt voor mij in het hoekje Labo. Nintendo Labo is ook de fine line tussen gaming en speelgoed vervaagd bij dat soort dingen. Ja. Het heeft het speelgoed element en het gaming element in één. En ik denk eigenlijk dat dit een beetje dezelfde hoek heeft, behalve dan... Ik vind het niet speelgoed voor kids. Nee, maar dan wil ik zeggen, maar dan wat volwassener. Want het heeft namelijk nog wel heel erg die kinderlijke verwondering, dat wel. Juist. De eerste keer dat je een headset opzet, is het echt... Dat is best wel next level shit of zo. Ja, je hebt hem op en het is best wel... Wow, en het is, nou, wat je zegt, een bepaalde handeling. En de spelletjes zijn vaak... Ja, het werkt natuurlijk gewoon anders dan met een controller in veel gevallen. Ja. Je hebt natuurlijk twee van die dingen vast. Ja, het ligt er dus ook wel aan welke VR je speelt. Natuurlijk heel veel VR is met een controller. Fair enough. Maar ik denk dat echt de VR, zoals we hem nu zien met een virtuele wereld, waar je om je heen kan kijken, waar je bijvoorbeeld Fallout in zekere zin kan spelen, waar je kan schieten, dat soort dingen. Dat zijn allemaal ervaringen, denk ik, die wel steeds kleiner worden. Als in fysiek gewoon kleiner en makkelijker en behapbaarder worden voor in de woonkamer. Ja. Maar ik denk wel dat je het heel erg moet zien zoals de Wii eigenlijk geëvolueerd is tot een Switch. Want dat is natuurlijk diezelfde lijn, vind ik, omdat er nog steeds ook motion in zit. Alleen waar het in 2006 de Wii heel erg nichig aanvoelde, terwijl hij het supergoed heeft gedaan met beweging. Ja, dat gaan de gamers nooit doen. Is ook zo. Je hebt nog steeds de hardcore gamers die dat niet doen. Maar ik geloof er zeker wel in dat over laat zeggen, 5-6 jaar steeds meer huishoudens ook al zoiets hebben van, we gaan met z'n allen multiplayeren VR met twee van die dingen op. Ja, nou goed, we zijn nog wel een paar jaar verwijderd van dat de norm zou zijn. Want we moeten veel meer rekenkracht hebben. We moeten natuurlijk, die headsets moeten goedkoper zijn. Het principe moet makkelijker. Maar dat zie je nou stapsgewijs al gebeuren. Je ziet het met de HTC Vive en de HTC Vive Pro. Dat ze nu eigenlijk die TP-Link, de draadloze receiver en zender voor de headset, dat ze die nu een soort van inbouwen en dat ze dat gaan perfectioneren. Zodat je dus al rond kan lopen zonder die bom aan kabels die achter je door en waar je af en toe op gaat staan en gedoe. Juist. En dan, als dat soort kleine dingen meer toegevoegd worden, als de technologie sneller en rendementsvoller wordt, ik denk dat het dan zit er iets in. Maar voor als we naar nu kijken hoe VR er nu voor staat en dan specifiek in de gamingwereld, want ik denk dat VR ook veel meer buiten de gaming kan betekenen dan mensen soms denken. Ik denk als we het specifiek hebben over de gamingwereld, blijft het voorlopig een beetje een niche. Er zijn een paar grote veranderingen nodig, of eigenlijk grote kleine veranderingen, die het net die draai maken dat gamers denken, oh, het is nu betaalbaar en het is wel handig. En er is een gaming aanbod waar nu al, er wordt daadwerkelijk aan gewerkt. Als die om zijn, dan gaat de mainstream over. Tot die tijd blijft het een beetje wat jij zegt, bedrijfsuitjes, arcadehallen, een beetje een ding out there. Ja, en ik denk ook gewoon, het is heel makkelijk om nu te zeggen van nee, het is te lomp en dat gaat toch nooit wat worden. Maar het is met alle nieuwe technologieën. Ik moet evolueren. Exact, als je kijkt naar de eerste paar smartphones, die waren duur, onhandig. Als je nu kijkt naar de eerste paar smartwatches die komen, je ziet steeds meer mensen met een vorm van smartwatch lopen. Ja. Alleen je merkt natuurlijk wel, op dit moment zijn die dingen heel erg georiënteerd als een soort geavanceerde sportbandjes. Want heel veel houden je beweging bij, wanneer je moet gaan staan. En het is nog lastig om te implementeren. Ja, je gaat er nou niet echt op lopen WhatsApp of zo, daar is het scherm weer iets te klein voor. Dus daar wordt ook gewoon in geëvalueerd en er worden eigenlijk een heleboel
takken groeien daaruit. De ene heeft een vierkant, de andere een ronde. En dat is met dit ook. Weet je, gaan we met een controller of gaan we met twee van die dingen? Draadloos, bekabeld. De HTC Vive heeft van die palen nodig. Dat heeft de PlayStation VR weer niet. Ja, maar die heeft dan weer de webcam in sommige gevallen. En juist. En zo heb je het allemaal verschillende kleine subgenres die het net allemaal iets anders aanpakken. Exact, en ja. Gezamenlijk denk ik dat ze er op een gegeven moment uit gaan komen. Dat is het. Op een gegeven moment dan vallen degene af die bijvoorbeeld echt zo'n koptelefoon met zo'n groot aantal kabels of uit je achterhoofd. Ja, dat begint nu al een beetje uit te faceren. Juist, want dat is natuurlijk iets wat onmenselijk is. En met die palen moeten werken is ook eigenlijk liever niet, weet je. Nee. Het is niet dat het gelijk een dealbreaker is, maar de meeste mensen hebben toch wel zoiets van ja, liever niet. Ja, je moet ook een ruimte in je kamer vrijmaken. Niet iedereen heeft zijn kamer of überhaupt zijn hele inrichting erop uitgefaseerd. Precies dan, dat. Oh, dan zou ik daar mijn lighthouse kunnen doen en daar een lighthouse. En dan, als ik het dan helemaal, dan kan ik overal eigenlijk lopen. Dus, maar oh, dan zit ik weer aan die kabels vast. Er zijn te veel maartjes nu. Dat is het. En ik denk ook niet, persoonlijk denk ik ook niet dat het echt heel veel doorgaan gaat vinden in de klassieke game. Als in, ik geloof de Battlefields niet blijven bestaan. Juist, Call of Duty's blijven bestaan. Ik geloof niet dat een Fallout 4 VR, het is leuk nu, maar ik geloof niet dat een plaats gaat krijgen, zeg maar, op de grote tribune van de PC, de Xbox en de PlayStation en de Nintendo Switch. En dat dan ook belangrijk is voor mensen dat ze hem op VR kunnen spelen. Ik vind het een beetje nichig. Waarom? Omdat wat ik zeg, je bent met je nek aan het draaien, je bent aan het kijken, je bent aan het doen. Ik denk dat VR heel vet, hoor. Het is hartstikke vet, maar ik bedoel meer, voor de klassieke gamer is het denk ik op dit moment gewoon te motion-achtig. Maar wat ik zeg, dat werd ook gezegd over de Wii. En dat werd natuurlijk in principe op de Wii zijn ook gewoon hele goede spelletjes verschenen. Exact. Ook hardcore gamers kunnen beamen dat de Wii een aantal hele sterke titels had. En de Switch doet dat nu, naar mijn mening, als console eigenlijk het beste. Je combineert natuurlijk het hardcore gamen. Je hebt een Legend of Zelda Breath of the Wild, wat echt een hardcore game is gewoon. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon die soort One-Two Switch game, die launchtitel, waarbij je gewoon een leuk spelletje doet waar je op tijd met elkaar moet schieten met de Joy-Cons. Nou, en dat soort party-achtige. Vond ik verder wel echt een kutspel, daar niet van. Maar ja, oké, maar ik bedoel meer te zeggen dat het wel kan. En ik denk dat VR wel ook een beetje, als het makkelijker is en behapbaarder is, ook wel die kant op kan gaan. Want hoe vet is het als je bijvoorbeeld multiplayer kan VR in je woonkamer? Ja, goed. Met Nerf of zo, ik noem maar even een merk. Wij hebben zoiets bij Enverst gedaan. Enverst VR is een bedrijf in Eindhoven die hoeft ook echt de loopbanden en dergelijke. Die hebben alles rondom VR en die hebben ook een multiplayer arena, kun je Capture the Flag doen. Ja, ik vond het voor geen kut werken. Oprecht, dat was er nog echt lang eens niet. Maar ik denk gewoon, als we een paar stappen verder zijn, dan kunnen we op een gegeven moment VR echt als een rendabele nieuwe wereld gaan zien. Ja. Maar hoe het er nu voor staat, specifiek in gaming perspectief, te veel maartjes, te veel kostendruk en dergelijke. Nog net iets te weinig titels om echt te zeggen, ik wil deze nieuwe wereld instappen. Ja. Maar ik denk dat de komende jaren wel zeker kan veranderen. En ik vind het ook heel erg mooi als je bijvoorbeeld kijkt naar de E3. Ja, er zijn wat VR is weer een beetje van de E3 een beetje afgedwarreld. Maar je ziet toch dat PlayStation blijft erop inzetten. Die koopt dan weer, weet je wel. Ze geloven er wel in. Ja, weet je, dat ze dan Justin Roiland een exclusiviteitsdeal aanbieden. Notabene de maker van Rick and Morty, die ook heel veel met VR doet. Dat ze die dan voor een nieuwe titel binnenhalen. Maar ook Bethesda, die gewoon lekker op de VR blijft gaan. Er zijn een aantal gasten die echt realiseren van, als dit iets wordt, dan zijn we er in ieder geval bij. En dan hebben we erbij meegedragen om titels daarvoor te produceren. En dat is fraai. Ik denk dat we gewoon kunnen zeggen, niemand kan nu natuurlijk precies zeggen hoe het gaat ontwikkelen. Maar we weten in ieder geval dat het gaat ontwikkelen. Ja, ik geloof absoluut niet dat dit doodbloedt. Ik geloof zeker dat VR en AR allebei gewoon enorm snel ontwikkelde technologieën zijn. Wat ik al zei, ik denk AR iets breder, omdat je AR bijvoorbeeld ook kan instellen in de engineering wereld en ook gewoon in de maar VR ook. VR kun je ook heel veel, NASA, heel veel autofabrikanten, ze werken allemaal met VR voor bepaalde dingen, dat is heel nuttig. Facebook heeft natuurlijk Oculus gekocht. Ja. Ik was laatst met een paar maten aan het chillen en op een gegeven moment gingen wij ook een beetje dwalen over van, wij zitten hier nu wel fysiek, maar Facebook wil gewoon straks dat wij gewoon allemaal thuis zitten en dat wij samen in de virtuele wereld gaan chillen. Bijvoorbeeld dat je dan een boekje gaat lezen in een virtuele bibliotheek, kun je een beetje hangen met je virtuele vrienden daar en zo. Next level, man. Vanaf daar gaat het wel heel snel de dystopie in, daarna gaat het wel heel erg Orwellian, maar dat is denk ik sowieso wel eigenlijk in essentie, in de kern, het grootste verschil natuurlijk tussen AR en VR is dat in augmented reality ben je nog wel een soort van fysiek in de wereld, plek. En zou je bijvoorbeeld in de IKEA-kast kunnen meten in je huis zonder dat hij er fysiek staat, wat vet is. Ik heb een beetje het idee dat op het eerst AR moet ontwikkelen en dat VR eigenlijk de grote broer is van AR. Omdat hij niet meer
de fysieke wereld nodig heeft, maar jou echt in een 100% digitale wereld kan zetten. Ik vind dat zo gruwelijk. Ja, dat is zo. Ik weet, vet. Het staat het zo in de kinderschoenen, maar het zou zo makkelijk de toekomst kunnen zijn. Gewoon allemaal, het is super dystopisch, maar dat we allemaal gewoon het huis niet meer uit moeten, omdat we zitten in de digitale wereld. Fucking de Matrix, man. Is het een simulatie? Wat is echt? Wat is nep? Nee, maar ik vind het ook wel heel interessant om ook te bedenken. Ik zie dan ook voor me in de toekomst, als je kijkt naar moderne design, interieurdesign, is alles vaak wit, strak, kaal. Zal ik eens bedenken? HoloLens nou? Op. Exact. Wat nou als jij een kamer hebt waarbij je tv mee hebt, je bank, alles is gewoon wit en strak. Maar omdat je hebt geen tv. We individualiseren zoveel. Je hebt geen tv dan. Nee, je hebt een scherm in je HoloLens. Ja, je hebt een scherm in je HoloLens. Maar het is meer, stel dat we nu ook allemaal zo erg individualiseren. Tom, stel je voor. Jij komt thuis. En jij woont samen met Jessica. Jullie hebben allebei HoloLensen. Letterlijk, toekomst. Dus je hebt niet meer zo'n ding op je kop. Je hebt hem allebei al de hele dag in. Je komt thuis. Jij hebt jouw woonkamer digitaal gestyled naar jouw smaak. En zij ook. Naar haar smaak. Zij heeft alles gewoon koperkleurig. En ik heb gewoon overal planten staan. Dat zou toch bizar zijn? Maar ik vind dat echt een heel vaag, maar vet idee om over na te denken. Ik hoop dat iemand zeg maar over 20 jaar, of misschien is het al 10 jaar, gewoon deze video terugkijkt. En echt zoiets hebben van, deze gasten hadden het spot on. Ja, maar terwijl ze in hun virtuele kamer zitten. Zo van, what the fuck? Ja, maar dat is lijkt me. En wat jij ook zegt, wat dacht je van fucking parties op Xbox en Steam en PC. Ja, dat je gaat hangen in een virtuele wereld. Maar dat je net oprecht op je bank zit en dat naast je gewoon je mattie zit. In bijvoorbeeld echt een soort lobby. Je kunt alles doen, want het is voornamelijk toch gewoon auditief en een beetje bewegingen. Ja, je kunt hem geen biertje passen. Wat dacht je van fucking LAN-parties? Ja, zeker. Gone. Ja. Die kunnen dan gewoon volledig virtueel. Je zit achter je PC. Het gaat in een soort livestream. En je kijkt om je heen en je zit aan een tafel. Ja, maar ik wil die shit. Dat is de future, man. Fucking vet. Oké, Salem en ik zijn om. Wij zien er heel in, maar niet voor nu. Dat is voor straks, voor later. Het gaat er komen. In ieder geval, ik denk dat het gaat komen. En ik geloof dat jij er ook wel heel in ziet. Maar jij zegt, AR moet eerst even. En dan daarna gaat VR slingert erachteraan. Omdat AR nu gewoon nog, ook voor de consument, moet je ook even marketingtechnisch bedenken, is wat behapbaarder. Ja. Van, je bent niet virtueel weg, maar je ziet gewoon je woonkamer. Heb jij een IKEA-kastje? Kan je neerzetten en dan glij je wat makkelijker in. De virtuele wereld waarin je een orgie hebt met al je virtuele vrienden. Ik ben helemaal down voor VR-tentenkoppen. VR, dat is er al. Maar dat weet jij. Ja, waarom denk je dat wij hier zo'n HTC Vive hebben liggen? Niemand mag hier binnenkomen op vrijdagavond. Maar hoe dan ook. En dat was voor de Hot Coffee Show. Ik vind het een hele leuke stelling. Ik vond hem heel erg geëngageerd. Ik heb zoiets van, we kunnen lekker een beetje erop op glazen bol kijken. Maar zeker. Heb jij nou zoiets van, die jongens hebben het helemaal fout. Ze denken dat VR een ding gaat worden. What the fuck, wat is stakkers? Vertel het ons. Geef tegenargumenten of zeg ons wat jij ervan denkt. En natuurlijk, we zoeken ook nieuwe stellingen voor volgende weken aan Hot Coffee Show. Dus heb je iets waarvan je denkt van, oh, daar mogen ze ook wel eens een keer lekker even over gaan sparren. Die gasten van Gamersnet. Drop het hieronder. Ja. En natuurlijk, discussieer lekker mee met je medemensen. Wij kijken ook naar de reacties. Lekker mee aan typen. En wie weet, als je hierop replied, is dit gewoon wel het begin van jouw reply girl carrière? Of ja, boy? Precies. Ja, als je een video reply wil doen. Ja. Doe maar. Vet. Is leuk. Reply girls. Ja. Kom, we gaan het weer beginnen. VR reply girls. Oh, nee. Nee, dat zie ik ook niet. Nee, dat zie ik ook niet. VR 2 girls 1 cup. Dat je er omheen kan.